Wat is er aan de hand? Fixatie is, kapot versleten. Dit is zo'n ding, de binnenkant. Er komt in een gaatje komt lucht op en hier binnenin zit een zuiger. En die drukt, die zorgt ervoor dat die tepelbeker rechtop blijft staan. Als je nou deze bekijkt, dat is een oude, heel oude. En dan zie je, ja, ik weet niet of je het wel goed kunt zien. Dan zie je als het ware binnenin een groef in. Kun je het wel goed zien, een beetje meer licht. Ja, zo kun je het wel een beetje zien. Er zit binnenin zit een groef in, daar. Het puntje van mijn vinger, er zit een groef. En door die groef raakt hij de lucht kwijt, de perslucht kwijt, en daardoor fixeert hij, wat heet fixeren, de tepelbeker niet. En dus dat ding moet los, en dat vind ik niet leuk, dat moet wel in gebeuren. Nou, hè, dus. Zo is die smering van binnen, het is precies hetzelfde als die andere. Mooi smerig, smering, bah. Dus alleen de vraag of ik dus met een nieuw ringetje daarin kan, dat gaan we even proberen. Ik heb dus de zuiger eruit, maar bij nadere inspectie blijkt, en dat wil ik niet echt goed zien kunnen, ik zal even meekijken. Ja, je kijkt er haast in de rand aan, daar. En ik kan gewoon voelen, er zit gewoon een paar, er zit gewoon een millimeter verschil in, misschien nog wel meer. En daar kan ik wel een nieuw ringetje in zetten, maar er wordt niks. Dus we gaan gewoon maar een nieuwe blok erop zetten. Ik heb dit ding nog nodig, dit draai ik eraf, dit heb ik een nieuwe en dan zet ik de spul weer in elkaar. Daar gaat ie. Ja. Oh, ik weet hem. En kijk. Die daarin. Dan moet hier een schijfje en een moertje. Het is allemaal zo klein, een kleine ruimte. Kleine ruimte, kleine moertjes. En dikke vingers en alles is vet. Dus daar gaat het eerste moertje aan. Die liggen op de grond, er één. Lang geleden is er weer op. En het heeft een beetje, die moet je een klein beetje verleiden. Met een hamertje. De boot er weer in. Aanhalen, nooit met de ratelkant, altijd met de andere kant. Het is RVS, dus gebruik je verstand bij RVS. Het beetje wat ik heb gebruik ik ook. Er komt dus het UU, doet hij het. Gaan we eerst even activeren op het scherm. Yes, zo. En dan gaan we naar
Melkrek, kijk. Dat is het melkrek. En het gaat om die. Nou, dan ga ik ze op die knop drukken. En als het goed is, springt hij omhoog. Huppatee. En weer druk eraf. En weer omhoog. Nou, dit doet het weer. Het was een hele klus. Een hele klus, nee, valt best mee. Maar het is een beetje geprust. Het moet hem gebeuren. En wat anders meldt hij gewoon. Ik hoor hem dat ik dus de hele tijd op en neer dans. Kan dus de camera van de robotarm kan dus de... Nee, dat zeg ik niet goed. De camera kan de speenhol zien. Maar omdat hij dus dat ding heel erop en neer danst, kan je dus niet de speen goed aansluiten. Dus dan mist hij hem steeds. En dan krijg je dus steeds melkingen of incomplete melkingen heet dat beetje. Ja. Nou ja, het zij zo. Hoe het daarmee heet mag. Maar hij melkt gewoon de koe niet goed. Dus dat doet hij een half uur. En hij probeert de koe een half uur lang aan te sluiten. Dan lukt het niet. Dan belt hij mij op van de melkbeurt duurt langer dan een half uur. En dat gebeurt ook 's nachts. Dat vind ik niet leuk. Echt niet. Maar goed, daar belt hij dus op en dan laat hij de koe vrij. Dus krijg je incomplete melking. Dus, en hij dus minder melk, maar dat geeft ook problemen voor de koe natuurlijk. Nou, is weer gelukt. Maarten, buurman, Annex Robert, specialist, kan wel inpakken. Like, reageer en abonneer voor meer.